Oké, mensen. Ik heb hier een schilderijtje opgebouwd vanuit de strandgezichten die ik vorige week heb behandeld. Of in ieder geval op de website heb gezet van www.atelier99digitaal. En dit is er bijvoorbeeld eentje. En ik werk niet vanuit een voorbeeld van een schilderij, maar vanuit de foto. Maar ik zal even laten zien wat de bedoeling is. Eerst een beetje een vlakverdeling zoals je hier ziet. Gewoon globaal, een beetje groot schetsen. Zometeen zul je de foto zien. Dus eigenlijk is dit niet, ja, neem ik aan, te moeilijk. Ik heb eerst even een tekeningetje gemaakt van het huis. Dat het een beetje perspectiefisch ongeveer klopt. Want het is een beetje, zoals je hier ook wel ziet, een wat lossere schilderstijl. Bij het huisje moet het natuurlijk wel een beetje lekker strak zijn. Maar je ziet met name wat kenmerkend is, zijn de structuren. En die ga ik eigenlijk, nadat ik het gefeund heb en dus dat eerste potloodlijnen en even het vlottig heb ingevuld, niet te veel kleur gebruiken. Want die kleuren zoals ze hier zijn, die ga je pas later steeds meer fel aanbrengen. Maar ik ga dus nu eerst even zorgen voor een ondergrond. Even kijken naar mijn voorbeeld, die staat hier. Dus hier ga ik mee aan de gang. En ik ga even goed kijken van hoe. Misschien kan ik het hier nog even neerleggen zelfs. Even kijken. Ja, nou. Dat is niet helemaal. Hier of net. Nou, toch wel een beetje. Ziet ik de verhouding. Je mag er wat mee spelen. Ik heb wat meer aandacht voor bijna het grote vlak hier. Dat huisje. Het is wel wat klein. Ik heb structuurpasta in het atelier. Maar je kunt ook gewoon. Je kunt ook gewoon van die woodvuller gebruiken. Hoe heet het? Van het spul wat je ook bij de Action kunt kopen. Van die pasta. Maar hier pak ik dus wat van dit. En ik ga even goed kijken van hoe ik het ook wel eens een keer zeg. Als je het landschap Drentsch A bijvoorbeeld schildert. Dat je eigenlijk de penseelstreek, zoals schuin zeg maar, als een wal loopt. Ja, die moet je eigenlijk proberen te pakken. En dat geldt dus ook voor deze pasta. Dus zometeen die muur, eigenlijk moet je van achteren naar voren werken. Ik zal even kijken of ik hier ietsjes op kan brengen. Je ziet de tekening gaat niet helemaal verloren. Het gaat er niet om dat overal die structuur heel dik aanwezig is. Maar zoals je net op het voorbeeld zag, is het wel mooi als er iets aanwezig is. Ook in die achterste gedeeltes. Eigenlijk moet die lucht ook gelijk een beetje doen. Dan zag je eigenlijk aan die randen van de wolken ook iets van pasta. Schilke. Ja, en probeer die karikaturale vormen een beetje te pakken. En daar bedoel ik mee dynamiek. Probeer het die schuinte te pakken. En niet allemaal dik. Soms ook een beetje lekker weer laten uitwaaieren. Misschien hier langs het randje. Ook weer. Benieuwd hoe snel dit droogt trouwens. Zometeen met de föhn. Nou, en achter toe ben ik eigenlijk steeds kleiner. Maar je bent wel enigszins met die wolken bezig. Maar zometeen ga je het natuurlijk helemaal. Nou, en hier krijg je dan echt die dynamiek vanuit die flats hier zo. Mooi zo onder. Nou, dit nog een beetje. Nou, mag nog wel wat zichtbaar blijven. Het huisje. Daar is natuurlijk een boel aan de hand. Dus werk een beetje mee met die. Ik zou wel gewoon die lijnen proberen te pakken van hoe die huizen lopen. Anders dan wordt het te grof. Dus waar loopt dat randje? En hoe loopt het perspectief eens een beetje? Nou, dan krijg je die muur. Oh, zeker in de verf. Daar is niet de bedoeling. Oh, wel, met verf kun je natuurlijk ook wel structuur wat aanbrengen. Maar het zakt veel meer in. Dit is echt gel om te gebruiken. Dat het wat hoger erop blijft liggen.
En zo gaan we even door. Ik zal niet het hele filmpje gaan filmen, anders doet het. Ik zal nog eventjes nog bij het strand nog even laten zien hoe ik dat doe. Dus ik probeer de filmpjes ietsjes korter te houden, dus wat meer. Nou ja, laten zien hoe het werkt. En dan vervolgens ga ik even zonder het te filmen door. En dan laat ik even het eindresultaat zo meteen zien. Maar goed, dit is nog wel even handig om ook te vermelden. Je krijgt dus allemaal mooie stenen. Bakstenen. En het is mooi, die structuur hier natuurlijk wat... Je ziet dat ik hem wel dienend maak aan de richting. En natuurlijk af en toe is een... scherp van zo'n cementstukje ertussenin. En misschien hier bij het randje ook even ietsjes dikker nog. Wel weer smal achterin en hier breed. Nou, hier ook even dat dekje. De bovenkant eigenlijk. Wat vormen. Te dik. Hier nog dat schuine stukje van de... Ja, nou, dat zit wel goed. Ook nog een beetje... Wat? Frotsels erop. Nou, dan kom je dus bij dat strand. Waardoor ik toch nog eventjes wachten met het stopzetten. Want dat zand komt er voor die muur langs. Dus dat is mooi om dan dat ook. En hier krijg je zo'n bult die daar weer voor langs gaat. Hier loopt het weer plat. Ja, het is toch een beetje... Want dit is plat. En hier loopt het er weer voorlangs, zeg maar. Ik weet niet of het te dik wordt nu. Maar je ziet dat ik hoe ik die pasta aanbreng, dat dienend is aan hoe het strand loopt. Want zometeen zul je het echt gaan zien in het schilderen. Dat je dat... Nou ja, wel een beetje moet laten kloppen. Nogmaals, het buitenste randje is het belangrijkste, dat die het hoogste zit. Ik zie nu al dat dit er mooi voor ligt en dat het een mooi schaduwstukje naar achteren krijgt. Nou, en hier loopt het weer ietsjes platter. Net zoals nogmaals met die Drentse A. Nou, ik zet hem even stop en ik zal nog even kijken of ik dit nog moet feunen en zo. En hoe lang het gaat duren voordat het droog is. Want ook hier die bosjes. Ja, ik zeg elke keer dat ik stop, maar ondertussen ga ik gewoon door. Moet je ook weer zorgen. Ja, wordt dat bosje bij wijze van spreken. Wordt een bosje een handing. Maar je gaat dan weer andersom met het paletmes. En hier krijg je weer een bosje ervoor langs. Dus misschien is het wel mooi om ook net zoals hier even een soort randje te creëren. Van hoe dat bosje dan loopt, zoals dit. En daarna het weer hier naar de oorsprong van hoe dat bosje een beetje gevormd is. Zeg maar, te laten lopen. Dat moet natuurlijk niet een hele rare vorm zijn. En een beetje af en toe, nou ja, wel weer sprietjes hebben. Nou, dan is de vorm een beetje aan de buitenkant weg. Even kijken of ik nog... terug kan vinden. En hier krijg je nog. Maar goed, je kunt zo meteen met schilderen ook nog wat nodig weer terug krijgen. Nou goed, ik laat het zo eventjes gaan en tot later. Nog wel iets meer zo. Oké, nou, ik heb ondertussen de structuur is droog. En wat ik nu gedaan heb is even met een gewone marker. Gewoon zo'n stift. Eventjes weer een beetje gezorgd voor omlijning. Dat het plaatje weer even terugkomt. En wat ik als laatste, maar toen dacht ik van nou, dat moet ik toch maar even filmen. Heb gedaan is even de lucht, zeg maar. Nu even die blauwe pakken. Waar ik zo meteen die wolken dan weer in ga schilderen. Dus
eigenlijk ook hier bij de horizon, maar dat is dan wat lichter. Kan ik wat, nou ja, een beetje een wat strakkere blauw doen, alvorens ik. Ik denk dat ik dat bij het strand enzovoort ook doe. Eigenlijk is het misschien wat handigst om dit af te plakken. Maar goed, ik ga het toch even gewoon zo doen. Want ik kan de zee daar toch wel weer overheen schilderen. En dit hoort dan zo meteen bij dit. Nou, dat loopt eigenlijk... Ja, welke vlek dat is, dat is eigenlijk deze vlek. Maar goed, het loopt helemaal hierheen. Maar goed, maakt niet uit. Zometeen ga ik het allemaal verbinden. Je ziet dat je eigenlijk best wel de boel dicht smeert. Omdat je niet overal allemaal troepjes wil hebben. Nou, hier krijg je ook een stukje heel mooi blauw in dat huisje. Want daar zitten die pilaren dan nog in. Nou, misschien moet ik dan nu gelijk die zee ook maar gaan doen. Best wel even krachtig, een beetje de ultramarijn blauw in de Van Dijk bruin er doorheen. Flatsen. Je ziet hoe donker die eigenlijk afsteekt ten opzichte van die zee. Nou, dit moet eigenlijk strak natuurlijk. Dus vandaar dat je misschien dit wel even met afplakken. Nou ja, hou het maar een beetje open. Ik bedoel, het gaat allemaal met lagen zeg maar weer over elkaar heen. Nou, die vuurtoren, in principe is die natuurlijk best wel heel erg licht. Dus die kan ik nu, nou, toch wel even een soort wit, beetje gelig met rood, oranje er een beetje bij. Bruin kan natuurlijk ook, want dat is eigenlijk, want ik moet toch weer afzwakken. Ook een beetje een blauw erbij. Waardoor, pas dat het niet groen wordt, dus dan moet ik weer een beetje rood erbij doen. Nou, dat wordt allemaal weer veel te rood. Rood is wel een hele boosdoener. Voor dit soort. Maar je ziet langzamerhand. Het hoeft niet gelijk die hele krachtige witte te zijn. Je kunt het beter vanuit donker opbouwen dan vanuit licht. Maar eigenlijk zie je het al een beetje gebeuren dat die structuur die eronder zit best wel erg mooi werkt. En nu eet je als het ware die zwarte lijnen weer op. Het is ook voor de helderheid, maar het is ook voor de strakkigheid ten opzichte van die structuur dat er een heel klein beetje een lijntje. Of af en toe ook helderheid moet zijn. Nou, en dan kun je meegaan zelfs met die ronding van die vuurtoren. En hierboven is het heel anders trouwens, dus dat moet ik maar niet doen. Die muur heeft wel ongeveer dezelfde tint. Dus hier ga ik wel een beetje alvast. Zometeen werk je natuurlijk echt van achteren naar voren. Want dan moet het voor dat terechtkomen enzovoort, maar gewoon een beetje nu invullen, dat mag best wel. Nou, eigenlijk moet ik hem dus nu weer even stopzetten, want dit ga ik dus voor de rest ook doen. En je ziet hoe mooi het eigenlijk knalt al een beetje. Het, en dat die structuur eigenlijk nu al zijn werk doet. En de onderschildering, dus je hebt het niet voor niks voorbereid. Nou, dan krijg je het, het is eigenlijk zo meteen hartstikke wit. Dus dan krijg je echt zo meteen heel mooi dat contrast. Maar dat zal ik dan wel even doen als ik de rest heb ingevuld. Als ik met die afwerking begin, dan laat ik even zien hoe dat in zijn werk gaat. Maar met name dat strakkige ten opzichte van die structuur, dat is eigenlijk wel een hele belangrijke. Even kijken of ik hier alvast iets kan doen met een beetje een, nou, bijvoorbeeld dat wittige. Hier er zo voor langs. Dat is natuurlijk prachtig om te doen. Even kijken, pak ik dezelfde kwast, maar dan nog met veel wit erbij. Dus doe ik ook een beetje. Maar ook daar moet ik die finishing touch zo meteen pas doen als ik dat stukje erachter klaar heb. Maar weer met die kwaststreek meegaan. Oh ja, dat is even ook een dingetje. Je ziet hier net een andere structuur als daar. En dat komt omdat ik er nog even zand doorheen heb gedaan. Je ziet ook mooi die schaduwwerking van die structuur. Komt nu omdat ik aan één kant de boel belicht. Het zal als je het van boven neutraal doet. Dan zal het iets minder boltes en holtes geven.
Nou ja, laat ik maar een beetje open. Nogmaals, je gaat zo meteen van achteren naar voren ga je weer layeren. Nou, eens even kijken of ik dit alvast een beetje lekker. Eens kijken, dat is een heel mooi stukje daar weer overheen. Nou, je kunt altijd weer heen en weer, hè? Dus dat is mooi. Kijk, hierachter nog even het. Nou, ik blijf maar doorschilderen eventjes. Dat loopt hier heel mooi heen. Zie daar ook maar een beetje. Ik heb een andere kast. Dan moet ik hem weer schoonmaken. Hij loopt wel, ja. Gelukkig had ik die kleur nog. De zee. En die zeekleur kan ik ook gebruiken hier. Een beetje nog donkerder. Allemaal ultramarijn en bruin. Je ziet dat je meteen die bult wel weer terug schildert. Met name verbinden schilderen. Hier ga ik zo meteen weer overheen met ook allemaal fratsels. Nou ja, ik kan hier nog wat, dat vind ik er eigenlijk niet in zitten, maar ietsjes donkerder maken of nog meer verbinden voordat ik die hele lichte stenenachtige dingetjes een beetje erin schilder. Dus je kunt beter altijd van achteren naar voren werken, of hoe heet het, van donker naar licht werken dan van enzovoort. Andersom. Even kijken, deze nog. Moet. Hier een beetje. Met name die bovenkant is weer lekker strak. Daar kan men overheen lopen over dat steigertje. En dit gedeelte, dat wordt natuurlijk weer donkerder. En hier weer lekker strak. Ja, en verbinden, dus durf de vlakken elkaar te laten aanraken. Daardoor wordt het een eenheid. En nou, dan hier dat hele donkere, alleen de bruin en de blauw. En de bovenkant, die is weer belangrijk dat dat dus strak is. Maar nogmaals, misschien ga ik zo meteen nog even met die C bezig. Een beetje lossige dingetjes worden. En nou, hier ga ik dan een paar streken even. Terwijl het nat is, kan het gewoon een beetje licht zijn. Dat lost dan wel mooi op met die. Het donkere wat ik net heb aangebracht. Ja, je hebt natuurlijk allemaal je eigen manier van experimenteren. Dus ik pak gewoon de achterkant van het kwastje, maar misschien heb je zelf nog wel een leuk ander idee. Nou, iets wat fijner kastje voor het begin van het huisje. Het is wel mooi als daar toch al wat meer. Met name dus dat wat tegen die. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je eerst dus nu die lucht af krijgt. Even kijken, dus dan kan ik beter deze kleur even doorzetten. Kijken. Oh, dat is een hele andere kleur. Maakt niet uit.
Dat is bedoeld. Kijk, je kunt beter het huisje weer een beetje opeten. In plaats van dat je dus gaat mieren van hoe dat nou precies loopt. Of hoe dat mieren en binnen wat je dan allemaal vast wil houden, omdat je het al getekend hebt. Nou, beginnen we zo meteen met die wolken. Even kijken. Een beetje toeschilderen. Met licht. Dus in plaats van het huisje ga ik toch eerst die lucht even wat verder afmaken. Namelijk die randjes die zijn belangrijk ten opzichte van die lucht die erachter loopt. Daarom heb ik die pasta dus ook daar gedaan. En daarna krijg je dus een heel mooi wat verdwijnt of overloopt zometeen naar het middengebied hier. Maar dat even knalt, zeg maar. En met name aan deze kant knalt het enorm. En dat hoort dan bij dit. Dan krijg je ook allemaal witte stukjes zo erachter langs, waar je zo meteen alweer voorlangs dat die lucht gaat schilderen. Of dat grijzig een beetje in de lucht. Dan krijg je dus dat stukje wat ik helemaal hier heb gedaan. Nou goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik eet hem toch iets meer op. Aan die kant. Dit hoort allemaal bij dit. En dit wordt dan wat daarachter zit, zeg maar. En hier krijg je. Dus ook handig om die af en toe die dynamiek goed te pakken van zo'n lucht. En ook hier weer komt dit weer iets preciezer. Dit is dan weer misschien niet zo overdreven. Dat hoort dan weer bij dit. Een beetje mat lijkt het wel. Nou, misschien moet ik daar nog even weer. Nou ja, het is een heel ander gat geworden. Maar goed, het gaat erom dat je in principe. Dat achterste gedeelte dus een beetje als een achtergrond, een gat wordt, zeg maar. Dus ook hier, en dan ga ik toch nu een beetje richting ook ultramarijn blauw en de links. Dat is dus hier, want dat moet hier weer een beetje heen. Nou, dit is niet echt een gat, dat hoort eigenlijk bij dit. Ja, durf ook weer die vuurtoren een beetje op te eten. Dus aan te raken bedoel ik. Opeten. Even kijken hoor. Nou, ik ga toch een beetje dit naar onder toe uitwaaieren. Dan kan ik. Dus ja, wat ik zeg, die vuurtoren mag je al een beetje aanraken. Zodat het zo'n. Nou, en ook hier ga je weer andersom werken. Dus dan pak je weer. Als hier eventueel nog wat qua wolk zit. Nog een beetje dit. En dat hoort dan ook een beetje bij dit. Kijk, als je zelf in die natuur schildert, dan verandert die wolk ook constant. Dus het hoeft natuurlijk niet precies dit te worden. Als je maar een beetje die lichten en donkeren ergens bij laat horen. Dus soms is het witte achtergrond, soms de voorgrond. Ook hier bijvoorbeeld krijg je een heel mooi grijzig stuk wat er voor langs gaat. Dus dat is dit. Nou doe ik het eigenlijk verkeerd om. Maar. En daarachter krijg je juist dit. Dus moet ik zo meteen het grijzige weer opnieuw doen. Kijk, en het hoort dan weer bij iets op de achtergrond. En dan moet je hier die grijzige weer overnemen. Maar goed.
Zie, nou krijg je dat het wit er een beetje in zit. Nou, ook hier, het gebied is allemaal, het randje laat ik wel wat lichter. Nou ja, en je stoeit misschien nog wel wat langer door met zo'n wolk. Het is een beetje een impressionistische benadering, dus. Als het maar wolkerig is, dus. Nou ja, hier ga ik misschien zo meteen nog wel weer eventjes mee bezig. Door even wat her en der nog. Maar goed, ik heb nu eigenlijk dit gedeelte, vind ik wel aardig. Dat hoeft niet te veel meer aan te zitten. Dus nu kan ik met het huis, in ieder geval dat knalwitte, van dit er even inzetten. Nou, we zijn alweer een kwartier bezig. Dat wordt toch nog een lang filmpje dan op deze manier. Kijken. Niet al die pilaren te schilderen. Als het maar wel een beetje iets van verfijning uitstraalt. Ja. Ja, ik laat er nog wel even weer in, maar het is meer een structuur geworden. Ik denk dat ik nog een. Ik had hier ook een fijne kwastje. Dit slaat nergens op. Ja. Dat is ook een kwastje van. Ik weet dat veel te hard is. Ook hier weer zorgen dat het wel een beetje klopt qua richting. Maar het mogen wel vlekken blijven. Maar goed, dit is natuurlijk niet mooi die rand. Dat moet echt wel even goed strak weer zijn met die lucht daarachter. Dus ik pak nu weer even de luchtkleur. En ik zal even zorgen dat die strak. En dat hoort dan natuurlijk weer bij dit. Huisje. Het is een beetje een wat gelige tint. En dan krijgen we de zijkant van het huis. Die best wel een stukje donkerder is, dus dan kun je beter ook weer echt van donker. Nou, licht opbouwen, dus zometeen ga ik wel met dan dit niet zoveel zoden aan de dijk nog, maar je ziet echt wel of iets materie is of dat het gewoon aquarel is. Het was nog aquarel. Kijken of ik wat lichten. Ook dit wel goed kan laten aanraken. Nou, je ziet al dat er dan wat meer structuur in komt. Nou, met name zometeen die contrasten. Ook goed durven aan zetten, dus licht en donker en dat soort zaken. Nou goed, daar ga ik zo meteen nog wel weer in door. Ik denk dat de op zich de manier van schilderen wel duidelijk is.
Nou, die bosjes nog eventjes en dan stop ik even filmpje. Ik denk dat ik het gelijk even online zet, want het is nogmaals niet helemaal af. Of helemaal niet af. Maar... best wel donker. Nou, dan krijg je de volgende laag ervoor langs. En die is weer licht. Je ziet hoe mooi die structuren werken gelijk. Tenminste, ik vind dat nog mooi. Er zit ook wat bruin in en zo. Nou, hier krijg je dan het volgende bosje weer. Daarvoor langs. Die is ietsjes bruiniger, maar wel heel licht. Dus voor dat donkere van dit zet je dus weer iets wat aan de onderkant zo meteen ook weer donker moet zijn natuurlijk. Nou, hier kun je ook... nou, misschien moet ik zo meteen onder wel even weer... maar je ziet ook hier weer... kijk, als je dit heel... en dat bedoel ik met het contrast zo meteen. Het donkere van hier... dat hoort bij het bosje. En daardoor knalt het zo meteen dat huisje er ontzettend uit. Dus dit hoort bij dat. Als je dat huisje zo meteen aan die kant nog weer wat meer eruit wil laten knallen, nou ja, daar kun je gewoon mee spelen. Zometeen komen er allemaal kleine takjes, weet ik het wat. Hoe meer detailleringjes je her en der nog aanbrengt, hoe knallender het wordt. Nou, nog even ook het contrast hier laten zien. Nou, hier moet ik nog heel duidelijk met een fijn kwastje veel meer nog met licht en donker bezig. Maar goed, dat ga ik even kijken hoor. Hier kan ik nog even met donker, nou zit ik nog schoon te maken. En dat hoort dan weer bij dit. Nou, ik zal die even laten zien in het contrast. Stel voor, shit, zit ik niet blauw. Ik hoop trouwens dat dit goed verstaanbaar is, want ik werk met de microfoon van de telefoon van mij. Dat ik even de oplader niet kan vinden, omdat ik hem zo lang niet heb gebruikt. Dit is dus het randje van die muur die voor langs loopt. Maar je ziet dat dat dan ook al gelijk een beetje gaat knallen. Nou, misschien moet ik hier die structuur ook een beetje. Maar goed, dat is mij al ietsjes te wittig allemaal. Het gaat met name even over het contrast. Ook bijvoorbeeld het geel van... waar dat licht daarop komt. Het moet natuurlijk ook nog veel knallender. En hetzelfde geldt voor die vuurtoren. Ook die wat aan deze kant belicht. Dus eigenlijk alles wat je aan deze kant... echt zorgen dat die... lekker strak. En dat hoort bij dit. Hand in, moet je wel een schone vinger hebben. Ik zie dat hij begint te knallen. Nou, hier moeten allemaal nog nuances in. En nou, misschien wel zelfs spettertjes. Kijk, als ik bijvoorbeeld dit doe. Nou, dat zou ik maar niet doen trouwens. Maar een beetje meer leven erin. En daarna kun je er weer overheen met allemaal frutseltjes en zo. Kijk, dat, nou, dit moet ook allemaal beter. Maar goed, zo heb je een beetje een idee van de opbouw van een structuur gebeuren. Wat als dit bijvoorbeeld hier, want deze had ik later aangebracht, nu weer laat veroveren door al die... dus moet ik gewoon wit puur aan de kwast hebben. Ik krijg echt het idee een beetje van steentjes en dat het dus allemaal bij elkaar hoort.
achterkant van de kwast. Maar misschien heb je wel een ander idee met een nagelborsteltje. Misschien moet je wel gaan afdrukken. Nou, enzovoort. Oké, dit was het dan, mensen. Ik zal eventjes deze eruit halen. Even kijken. Ik ga hem even zo laten zien. Je ziet heel duidelijk al die structuren. Nou, en daar gaat het uiteindelijk om. En dit was het voorbeeld. Oké.